Welkom bij de Marktflits van woensdag 21 juni. Ik heb straks een hele leuke analyse voor je in de volledige versie van deze Marktflits, die je natuurlijk terugvindt in onze gratis training community, Trading Dutch Free op Telegram. Want hij is erg bullish en ik ga je precies laten zien waarom dit zo'n sterk bullish signaal is. En dat is natuurlijk hartstikke leuk en traden blijft fascinerend. Ik ga je ook uitleggen waarom ik nog steeds maar één trade heb lopen en niet veel meer trades heb gesloten. Voor ik zo naar die super interessante technische analyse ga van Bitcoin, even een begin ik met een huishoudelijke mededeling. Ik ga op vakantie van 10 juli en dan 3 weken lang, dus dan ben ik eigenlijk niet bereikbaar. Laten we het daar maar op houden. Ik zou nog een melding op mijn website zetten en in de groep. En dan ga ik lekker genieten van mijn gezin 3 weken lang. Even kijken. Dat gezegd hebbende, ik begin wel even met een herhaling over Binance. Dat is natuurlijk heel groot nieuws dat Binance stopt met zijn diensten aan te bieden in Nederland. Kom je uit België? Ik heb ook behoorlijk wat Belgische volgers. Dan is er volgens nog helemaal niets aan de hand. In Nederland kunnen wij gewoon niet meer handelen op Binance, aankopen en verkopen. Wel kun je gewoon je funds opnemen. En dat gaat in per, ik dacht 17 juli, dan is het echt gestopt. Dus heb je trades lopen, zorg dat je je actie onderneemt. Ik heb al mijn funds van Binance overgezet naar Bybit. Ik vind Bybit een super interessante en makkelijke exchange. Ik vind hem een beetje lijken op Binance. Dus dat is prettig. Ik vind hem zelfs nog wat makkelijker op bepaalde vlakken. Hè, wat gebruiksvriendelijker en wat intuïtiever. Ik vind het wel jammer. Binance had gewoon verreweg het grootste aanbod. En daar kan je gewoon, als je een hele leuke munt hebt om in te handelen. Ja, weet je, hij staat gewoon eigenlijk altijd op Binance. En daar loop je misschien wel een beetje tegenaan. Maar er blijft nog genoeg over. Dus ik heb een kortingscode voor je als je gaat naar tradingdutch.com/bybit. En je gebruikt die link om je account aan te maken. Dan krijg je of korting op de fee of je krijgt een leuke bonus tot $25. Ze wisselen hun aanbod nog wel eens, dus je moet maar even kijken wat het op dit moment is. Andere exchange waar je natuurlijk naar over kunt stappen als je dat prettiger vindt, want daar hoor ik heel veel mensen over, dat is Bitfavo. Bitfavo is gewoon een hele goede exchange, het is een Nederlands bedrijf en dat is natuurlijk wel prettig. Wat ik zelf heel jammer vind aan Bitfavo is dat ze geen OCO-order hebben. En dat betekent dat ik niet lekker mijn werk als trader kan doen. En ze komen niet voor in TradingView, hè, want ik wil altijd de grafiek in TradingView openen op de exchange, zodat ik realtime de informatie en de prijs heb van mijn eigen exchange waar ik op handel. Ja, voor mij zijn dat twee nadelen waarom ik niet naar Bitfavo ga. Als je dat verder geen probleem vindt en je gebruikt nooit je OCO-orders en je wil lekker bij een Nederlands bedrijf, dan zou ik zeker naar Bitfavo gaan. Even kijken, dat dus. Ik heb gehad huishoudelijk nieuws. Dan gaan we naar de nieuwsberichten. Ik heb niet zo heel veel leuke headlines. Wat ik het belangrijkst vind om te melden, en dat heeft er dan weer even mee te maken dat ook gerenommeerde gewone bedrijven de stap maken naar cryptocurrency. Eentje is de Deutsche Bank. En die meldt zich aan voor een licentie voor Bitcoin Custody. Even kijken. Ze hebben toestemming gevraagd om een bewaarservice aan te bieden voor cryptovaluta. Nou ja, dat is ook weer een stap. Want hè, de Deutsche Bank is geen kleintje die dan de stap maakt richting cryptovaluta. Een ander nieuwsbericht zijn dat 3 financiële reuzen die starten een cryptobeurs. En zover ik even snel heb gescand is het niet een cryptobeurs voor ons, maar juist voor het bedrijfsleven om daar 4 munten aan te bieden om om 4 munten aan te bieden. De bedrijven heten, even kijken, Charles Schwab, Fidelity Digital Assets en Citadel Securities. Dat zijn hele grote bedrijven die de handen in één hebben geslagen om
kijken om een cryptobeurs neer te zetten voor de handel in vier cryptovaluta. Even kijken. Nou, waar het om gaat, is wat ik hiermee wil aangeven, is dat het gerenommeerde, hele grote bedrijven zijn. Hè? Deutsche Bank is meestal voor de meesten wel de meest bekende. Echt heel groot. En dat ze de stap maken om iets te gaan doen met cryptovaluta. Hè? En dat geeft te meer aan dat, nou, dat het gewoon eigenlijk niet meer weg te denken is. Maar goed, we gaan naar de technische analyse. Even kijken. Dit is Bitcoin dominantie. Daar kom ik straks ook op. En dit is de grafiek van de Bitcoin. Nou ja, wat je hier ziet is mijn analyse die ik sinds enkele weken zo heb staan. Ik verander er weinig aan. Je kijkt naar de 4 dagen candlestick grafiek. Hè. Ik zoom uit, hoog over, stressvrij. Ik kijk wat er gebeurt. Nou, dit is een significante uitbraak. Hij begon gisteren al een beetje uit te breken. Maar wat je toen nog kon doen, is een trendlijn op de uiterste zetten. Hè. En daar was hij nog niet voorbij. Het leek erop, maar ik krijg hem niet precies op die puntjes. Maar je begrijpt het de bedoeling. Nou, daar is hij verder doorheen gebroken. Dit is een bullish signaal. Ja, waar je ook rekening mee moet houden is dat lange candles recht op een marktstructuur. En hier zie je een marktstructuur, hè, waar de prijs nu precies zit. Ik zou even een horizontale lijn trekken. Dan zie je hier zie je support, 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 support. En hier zie je weerstand, weerstand. Hier gaat hij een beetje eromheen naar boven en naar beneden. En hier gaat hij er weer tegenaan, hè. En een lange candle recht op de marktstructuur zou wel eens op een fake-out kunnen duiden. We gaan zien in de komende uren, dagen, of deze weerstandslijn, of die houdt, of dat die van significante betekenis is, of dat die daar lekker doorheen gaat. Even kijken, wat is nog meer leuk om nu te vertellen. Want straks in de volledige versie ga ik je laten zien dat hele mooie bullish signaal die gewoon perfect gevormd is en die op dit moment is uitgebroken. En ook op een heel sterk level wat echt tot 2017 teruggaat in de technische analyse. Dus kijk vooral de volledige versie, want dat ga ik je straks laten zien. En dat doe je in de gratis trading community van Trading Dutch. Even kijken. Ik ga nog even kijken naar wat de institutionele beleggers op dit moment doen en de professionele beleggers. De institutionele beleggers zaten begin van de week eigenlijk rond de nullijn. Hadden even pas op de plaats genomen totdat er weer duidelijkheid in de markt kwam. Wat ook bekend is van institutionele beleggers. En dat komt omdat ze met enorme bedragen omgaan. Hè. Ze hebben verantwoordelijkheid voor portefeuilles van miljoenen. Dus hun beslissingen zijn niet snel. Ze wachten op bevestiging op de markt. En als die bevestiging goed is, hè, ze treden voor de lange termijn, dan gaan ze hun posities innemen. We gaan even kijken. De Crown CME Expo indicator. Oh wacht, ik moet hem wel op de daggrafiek zetten, want dat geeft het beeld zoals ik hem had. En we zien inderdaad dat op dit moment de institutionele beleggers zich nog niet hebben laten leiden door zo'n groene candle. Hè? Want de blauwe lijn zit nog langs deze lijn, dat hele lichte stippellijntje hier zo. Alles onder die lijn betekent dat ze gaan shorten, alles boven die lijn betekent dat ze long zijn gegaan. De professionele belegger is al sinds zeg maar 5 juni is die al long gegaan. Wel voorzichtig, want ze kunnen natuurlijk veel hoger. Maar voorzichtig long zijn zij. En de institutionele beleggers heeft hier nog niet op geanticipeerd. Zodra die long gaan, dan is dat eigenlijk wel een bevestiging voor de lange termijn. Dat zij denken van oké, wij anticiperen op een prijs die in de toekomst zeker omhoog gaat. En dat doen zij niet lichtzinnig. Hè. Daarom is dit toch een belangrijke indicator om te kijken of mijn beeld van de markt klopt. En hoe zij erover denken, dat is heel leuk om te zien. Ik krijg wel eens de vraag, ja Fabian, waarom sla je die gele lijn steeds over? Nou, de gele lijn is dat in deze indicator, dat zijn de retailbeleggers, zoals ze dat noemen. Dat zijn gewoon de huistuin- en keukenbeleggers. En ja, weet je, die...
We zijn eigenlijk altijd long, ook al zou je moeten shorten. Die zit altijd hier een beetje erboven. En je ziet ook dat zij daar waar de markt... nou ja, goed. Laat ik er niet te veel op ingaan. Het zijn de huistuin- en keukenbeleggers. En daar zit ook heel veel, sorry dat ik het zeg, dom geld tussen. Waar wij als professionele beleggers natuurlijk graag gebruik van maken. Dus ik vind dat nou niet echt leading. Dus vandaar, dat is de gele lijn die ik altijd oversla. Misschien zou ik hem ook uit kunnen zetten in de... Ja. Nou. Oké. Ik heb vanochtend al mijn funds van Binance dus ook overgeheveld naar Bybit in dit geval. Ik handelde al op Bybit. Het liefst heb ik 3 exchanges waar ik op handel. In het kader van tijdgebrek. Want ik wil niet zomaar een exchange extra kiezen. Want er zijn er best wel veel. Ik zou weer terug kunnen gaan naar Poloniex, waar ik veel ervaring mee heb. Of Bitstamp. Maar ik weet het nog niet. Dus ik heb het voor het gemak overgeheveld naar Binance, naar Bybit. En op zich is best gek om te zien als ik nu inlog op een totaal lege Binance. Dat daar 0 op staat. Maar goed. Even kijken, wat wilde ik vertellen met dat verhaal? Ik heb dat overgeheveld naar Bybit. Nee, ik weet niet meer. Misschien dat ik er zo op kom. Sorry voor dit wazige verhaal. Wij gaan lekker door. Even kijken. Ik laat nog even de RSI-indicator zien. De RSI op 250 dagen. Omdat die heel goed kan aangeven wat de trend in de markt is. Door middel van zijn, hoe de RSI-indicator dat uitrekent. Even kijken. Out of the box komt die zo. Nou. De gele lijn zet ik altijd uit, want ik heb geen moving average nodig. Die teken ik zelf al erboven. Die hoeft niet door mijn RSI-indicator heen te zitten. En ik zet die 14 op 250. En omdat ik op de daggrafiek zit, hebben we een goede indicatie over wat de markt doet qua trend. Gebaseerd op een berekening van 250 dagen in de geschiedenis. En we zien dat die... echt bullish is op dit moment, geeft deze indicator ook aan. Nou, we hebben dat hier ook meegemaakt. Hè? Hier is die bullish geworden. En uiteindelijk is die hier toch ook, je ziet aan de bovenkant, niet heel erg gestegen. En uiteindelijk hier toch ook weer een beetje eronder gekomen. Dus wil niet zeggen dat we hier gelijk een bearmarkt hebben. Zo moet je het niet uitlezen. We zitten ook niet in een bullmarkt op dit moment. Hij geeft alleen bullish aan, hè? Een uptrend. Maar als je deze indicator verder goed uitleest, zit dit gewoon rond deze lijn. Dus wil je echt een goede indicatie hebben, dan moeten de candles nog een stuk hoger komen. Nou, daarmee wil ik dus ook aangeven, een indicator is niets meer en minder dan alleen maar een indicatie. En laat je vooral leiden door de candlesticks zelf. Het is een indicatie dat het in een uptrend zit. En een goede uptrend. Maar je moet het wel volhouden. En als je dan eventjes zo kijkt, dan zie je dat we eigenlijk flink zijwaarts aan het gaan zijn. Vanaf 17 maart richting deze kant. En we zitten nog steeds in dat zijwaartse gebied. Hij moet echt hier uitbreken. De high van 14 april moet hij zeker voorbij gaan met een gesloten body. En het liefst boven deze lijn. Uitkomen. Hè? En dan kunnen we pas spreken van oké, hè, dan zitten we weer lekker in die uptrend. En als we dan uitzoomen, dan hebben we hier dat lagere gebied en dan zitten we echt in zo'n swing hier naar beneden. En dan zou je dit ook als een swing kunnen beschouwen en dan zou je hier lekker naar boven kunnen gaan, waardoor we misschien wel een tunnellijn kunnen maken hier. En dat zou natuurlijk mooi zijn, maar zover is het niet. Er zaten gewoon heel veel neerwaartse kracht en bears zaten nog gewoon in de race. En wellicht vormen die straks weer een front om toch weer eventjes die uptrend dwars te zitten. Nou, dat gaan we zien. Het mooie bullish signaal, daar ga ik nu naartoe. Want dat doe ik op de wekelijkse candlestick grafiek van de Bitcoin. En daarvoor ga ik ook naar de Bitstamp Exchange. Omdat die gewoon geschiedenis heeft tot ergens 2011. En dan kunnen we goed zien wat het inhoudt. Voor de korte versie van deze marktflit is dit het nu. Wens ik je een hele fijne dag en wij gaan lekker door in de training community